Dit is verbazend dat God met ons verbonden of contracten aangegaan het. Die meeste daarvan is tweesijdig of bilateraal. Wat betekent dat beide partijen, God en die mens, elk een hulle deel moet doen. Een voorbeeld van een tweesijdige verbond is, als jij doet wat je moet doen, dan zal ik doen wat ik moet doen. Of, ik zal dit doen als jij dat zal doen. Een minder bekende verbond is die eenzijdige verbond, die unilaterale verbond. Ik zal die volgende doen, al doen jij niks niet. Een paar van Godse verbonden met die mens is unilateraal. Bijvoorbeeld, wat ons vindt in Matteüs 5 vers 45, want hij laat die zon opgaan oor slechtes en goeies, en hij laat het reën op rechtvaardiges en onrechtvaardiges. Wat ons ook al doen of niet doen nie, ons kan op God vir sonskyn en reën vertrouwen. Na die vloed het God die mensdom en al die dieren van die aarde beloven dat daar nooit weer een vloed zal plaatsvinden om die hele aarde te oorstroom nie. Genesis 9 vers 9 tot 16, afgezien van hoe die mens in die toekomst zou optreden. Hij het ook beloven, Genesis 8 vers 22, van nou af zal al die dagen van die aarde, saaitijd en oestijd, koue en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophou nie. Die seisoene sal kom en gaan, maak die saak wat ons doen nie. Hierdie week gaan ons een paar baie belangrike tweesijdige verbonden tussen God en sy volk bestudeer. Kom ons bid dat, dier die genade van God, ons deel van die ooreenkomst, sal nakom. Bestudeer hierdie week se les, ter voorbereiding vir Sabbat, 14 Januarie.